Er is momenteel heel veel bezig op de donderdagavond wanneer ik mijn video aan het opnemen ben. Naast dat de weekly awards uit zijn van de Weekend League, zijn ook de monthly awards uit. En gezien ik Elite 1 maandelijks ben geworden, krijg ik daarmee 20 rode informs. We gaan hopen op een inform. Ja, ik noem hem maar op uit. Lewandowski, Aubameyang. Ik weet trouwens niet of Aubameyang kan, volgens mij net wel. Je hebt daarnaast ook nog Gabriel Jesus. Heel veel mogelijkheden die heel goed zijn, die je momenteel kan pakken in die monthlies. Daarnaast zijn er ook nog een paar nieuwe prime icons uit. Petit, Luis Hernandez en daarnaast ook Schmeichel. Schmeichel lijkt me niet zo interessant, maar die Hernandez lijkt me toch wel een heel mooie kaart om uiteindelijk toe te voegen aan mijn team. En afhankelijk van hoe duur die is, ga ik hem uiteindelijk ook zeer zeker halen. En daar komt ook bij dat het nu dus tijd is om mijn investeringen te verkopen van skin naar meer. Het is daarbij een klein beetje rustig gebleven, maar het is daarom alsmaar meer reden om dat weer op te gaan pakken. En jullie binnenkort een update te geven hoe het zit met de coins voor die van skin naar meer aflevering. We hebben hier dan het team van de week. Op Stick It valt al mee met hoe goed het is. Je hebt een paar echt uitblinkers als een Higuain, een Mertens. Lozano weer voor een PSV / Eredivisie in vorm. Hier ook de nieuwe beste League linksback, namelijk Martial. Kolasinac en zo nog een aantal kaarten die best wel prima zijn. Maar er zijn wel beter Team of the Weeks geweest. En er zullen vast ook wel nog veel beter komen. Het draait vooral om die monthlies. 20 kaarten, 20 mogelijkheden. En ik ga jullie niet langer laten wachten. We gaan ze maar eens unlocken. Eerst waarschijnlijk de weekly, daarna de monthly. We krijgen eerst inderdaad dus de monthly, niet de weekly. Dan krijgen we dus het Elite nu wat er best wel tof uitziet. En een Elite 1 voor Champions Pack. Dan krijg je daarna onze weekly awards 3 qua Elite. En dat betekent dus 1 Premium Team of the Week pack, 1 Jumbo Zeldzame Spelers pack en CDK die we allemaal kunnen gebruiken voor ons team. Elite 3 was helaas ook mijn slechtste weekend tot nu toe. Bij mij is dat alles voor een groot deel tegen. Had ik ook heel veel uitgelegd in de video waarin ik mijn Weekend League games liet zien. Maar dat gaan we niet in koude kleren laten zitten. We hebben alsnog de 3 informs waar we naar op zoek zijn. We gaan eerst maar eens het Elite 1 maandelijks pack openen. Daarna de Elite Rewards. En dan gaan we kijken wat we daarna nog gaan doen met de coins die we daaruit gaan krijgen. Eerst dus het monthly packie. En ik hoop dat we goede krijgen. We krijgen alleen maar spelers van algemeen 81 of hoger. Wat een heel mooie toevoeging is van FIFA. En we gaan eens kijken wat de beste wordt die we gaan packen. Heel veel mogelijkheden. Lewandowski, Sanchez, Gabriel Jesus, noem maar op. We gaan kijken wat de grootste en beste wordt die we gaan packen. Hopelijk een goede. We krijgen de Argentijnse vlag. En dat betekent dan Otamendi. 85 algemeen uit 20 spelers. En de allerbeste is een 35 algemeen. Dat valt een beetje tegen. Gabriel Jesus kan er wel onder zitten. Maar we gaan kijken wat er naar de anderen zijn die in dit pack zitten. Nou, we gaan maar eens kijken wat de andere 19 zijn die in het pack zitten. Het moet dus 19 zijn van tussen de 35 en 81. We hebben geen Gabriel Jesus. Wel Sterling verder. Iago Aspas, Lichtsteiner, Jarmolenko en Zaha. Zaha is echt wel een leuke supersub verder om te krijgen. Brozovic, leuke middenvelder. En voor de rest is het eigenlijk redelijk drama. Surlef dan wel. Is een super sub ook. We hebben geen Lozano en verder ook weinig andere informs van de Eredivisie. Zuber ook een leuke speler die ik zo in het middenveld erop kan gooien. Maar de rest valt toch eigenlijk wel een beetje tegen, moet ik eerlijk zeggen. Brozovic, Zaha, Jarmolenko, dat zijn een beetje de goede. Kramaric wel oké, Lichtsteiner, ja het gaat wel. Sterling zal ik nooit gebruiken. Iago Aspas is ook wel leuk, maar goed, daar heb ik heel veel geïnvesteerd. En Otamendi, ja misschien leuk voor een SBC als de nieuwe Player of the Month komt dan in te leveren. Maar voor de rest heb ik er eigenlijk helemaal geen fluit aan. Een beetje weggegooide maand is wat ik ergens wel heel erg zonde vind. We gaan uiteindelijk eens kijken hoe ver ze in het team passen. Want Zaha ben ik wel heel erg naar benieuwd die speelt. We gaan door naar het Premium Team of the Week pack. Onze Elite 3 rewards. En dan kijken wat we daaruit krijgen. 3 informs dus. Hoop op die Belgische vlag. Dan krijgen we 3 Mertens. Dat zou een beetje goedmaker zijn voor het Elite 1 pack wat niet zo best was. Kijk wat de allerbeste speler wordt. We krijgen de Mexicaanse vlag rechtsbuiten. We krijgen daarmee Lozano. Hij zit 32 algemeen in vorm. Terwijl de allerlaagste 31 kan zijn. Dus op dat gebied is dit ook niet heel best. Ik heb dus heel veel pech waar hij was. Dat heb ik eigenlijk nog niet echt gehad in deze FIFA. We krijgen Toloi, Lozano en daarmee ook Torreira. Lozano wel prima stats voor een speler uit de Eredivisie. 94 pace, 33 shooting, 80 passing en 35 dribbling. Deze man ook prima middenvelder. Maar goed, ik denk niet dat hij heel veel gebruikt zal worden in Weekend Leagues of zo. Hij gaat van 12 tot 13k. Ik zet hem op de transferlijst die ik vanzelf hier verkoopt. Hier ook een Braziliaanse vorm. En Lozano gaat naar de club voor een potentieel Eredivisie-team. Dus tot nu toe nog niet echt heel best. Je hebt het wel beter. Het zijn natuurlijk gratis rewards. Op dat gebied kan ik niet klagen. Maar er waren heel veel betere mogelijkheden. Die ik kon krijgen uit mijn Elite 1 maandelijks of mijn Elite 3 wekelijks. We hebben het 100k-pack over. Kijk wat dan in het 100k-pack zit. Dat kan ik heel veel goed maken. Hopelijk dat daar iets goeds in zit. We hopen op die borden. Of iets anders wat goed is. We krijgen niet wel borden. We krijgen in vorm. Dan wat wordt in vorm? Argentijnse vlag. Spits. Dat wordt dan Juventus. Higuain. 91 algemeen. Ze krijgen de allerbeste in een tradable 100k-pack. En 91 algemeen in vorm. En dat maakt toch wel heel erg veel goed.
Wow, dat maakt, wow, dit maakt echt heel erg veel goed. Een 91 algemene vorm. Higuain. Spits. Dit is echt ziek. En we krijgen hem niet uit onze elite pack. We krijgen hem niet uit ons maandelijks pack. We krijgen hem gewoon uit zo'n 100k pack. Krijgen we dan een 91 algemeen. Die ook nog tradable is. Wat zijn de andere spelers die eventueel nog goed zijn? Hummus, Marwes is nog wel leuk. We krijgen daarnaast ook nog Christensen. Ja, de rest is allemaal niet zo best. Maar het draait eigenlijk maar om die ene man. En dat is 91 Higuain. Oh, Martial trouwens. Ik had Martial helemaal niet gezien. Die hebben we ook gepakt. En die kan ik dus uiteindelijk mijn andere Martial kan ik dan verkopen. Daarmee krijg ik weer heel wat extra coins. Ik heb trouwens Martial helemaal niet meer. Anders zou hij een duplicate zijn. Ik weet helemaal niet wat ik aan het zeggen ben. We hebben Martial. Die kunnen we toevoegen aan de club. Heel goede speler. En kijken wat de Higuain waard is. Hopelijk best wel een mooi prijsje. Toch ongeveer 300k. Wat mooi is, 350. Had misschien nog wat meer ervoor verwacht. Voor een 91 algemene vorm. Maar ik ga het zeker accepteren. En ik ga hem verkopen wanneer de hype van de Weekend League Awards een beetje voorbij is. Krijg je 300k gratis in de tas. En dan zijn we daar heel tevreden mee. Morris gaan we ook naar de transferlijst sturen. En de rest gaan we denk ik naar de club sturen. En dan kunnen we die altijd wel gebruiken voor een Scobbling Challenge of zo. Zoals je ziet is in mijn huidige team. Ik kan het wel een beetje aanpassen nu met de spelers die ik gekregen heb. Helaas dus geen Bundesliga en van als een Aubameyang. Die kon ik prima namelijk hier neerzetten. Wat ik wel heb gekregen is een andere heel erg goede. Die ik zeker nog in mijn team ga toepassen. We hebben hier nog onze andere informs die gewoon normaal zijn. Lozano die we net gepakt hebben. Otamendi, Rui Patricio, Aspas. Dat zijn allemaal spelers die ik niet ga gebruiken. Kramer is dan wel van de Bundesliga. Is op zich wel een potentiële supersub. Maar dan heb ik denk ik liever als middenvelders Brozovic en Zaha. We hebben ook Martial nog die we gepakt hebben. Zou ongeveer vergelijkbaar zijn met Zaha. Zoals ze allebei goed moeten proberen om te kijken welke nou uiteindelijk beter is. Misschien een potentieel video-idee of Zaha of Martial uiteindelijk de coins waard zijn. Ze zijn ongeveer even duur volgens mij. Zaha iets duurder. Maar hij is ook wel iets beter in dribbling verder. Sterling vind ik dan zo jammer, want ik ga hem eigenlijk nooit gebruiken. Die Sterling dan ook nog best wel leuk voor een super subje of zo, want ik heb hem zelf ook nog in mijn club als gewone in vorm. En die Zuber is voor een linksmidden uiteindelijk heel ziek als je hem in-game op het middenveld zet. Laat me vooral weten wat ik met mijn team moet doen. Ik wil hem namelijk nog wel rond gaan gooien, want ik vond Manolas en Socrates als verdedigend paar en niet zo erg chill. Nu ik Higuain kan verkopen voor ongeveer 300-320k, heb ik 500k nog wat ik kan investeren in dit team. Wat verder wel prima is. En het blijft me toch altijd wel verbazen dat het beste pack uiteindelijk eentje is. En waar je toch het minst van wordt, zo'n 100k pack, wat meestal best wel slecht is. Want het maandelijkse viel allemaal best wel tegen, de wekelijkse ook. En dan krijg je uiteindelijk zo'n zieke uit een 100k pack. Ik ben benieuwd wat jullie vinden dat ik moet gaan doen uiteindelijk met het team. Ik vind Aubameyang wel echt heel ziek. 21 doelpunten, 18 assists en 17 wedstrijden. Roy is verder ook 15 doelpunten, 12 assists. Dembele blijft ik altijd wel gebruiken als de beste rechtsbuiten. Misschien dat Lozano daar nu een verschil in maakt. Want die heeft eigenlijk in bijna iedere stat een beter dan Dembele heeft. Behalve dat hij geen 5-sterren skills en weak foot heeft. En dan hebben we natuurlijk onze Rui Costa. Die misschien ook gaat inleveren afhankelijk van wat de vereisten zijn van de nieuwe Prime Icons. Hier hebben we dan de Prime Icons. Luis Hernandez, mijn favoriete van de drie verder. Heel veel zullen Petit zeggen. Maar ik vond Petit eigenlijk helemaal niet zo heel specifiek fijne spelen. Ook vorig jaar vond ik hem echt dramatisch vanwege zijn 3-sterren weak foot. Smichael, 32 algemeen, verder wel de hoogste icon. Ik wil even kijken wat de vereisten zijn voor Hernandez. Je moet er wel een icon voor inleveren. Dat is verder wel heel taai, want dat is echt heel duur. Misschien ook daar Rui Costa voor in kan leveren. Dat is wel een heel grote vraag. Voor een icon die toch wel vergelijkbaar is met heel veel andere spitsen. Daar moet ik kijken wat ik daarvan moet doen. Maar het lijkt me op zich wel een beetje... Ja, ik wil toch ergens ook wel aan de andere kant ook niet. Want ik heb Rui Costa heel veel gebruikt. Ik weet hoe fijn die is. En tegelijkertijd wil ik ook heel graag Luis Hernandez. Er is het niet echt de moeite waard om daar helemaal een nieuwe icon voor te gaan kopen. Verder een Liga Mexico team helemaal niet zo duur. Een Mexicaans team, ja, die kunnen misschien geprijsfixed worden. Maar dit valt allemaal verder best wel mee. Ik denk dat het eigenlijk helemaal niet zo heel duur is. Dit valt denk ik nog wel mee als je uiteindelijk allemaal van die spelers koopt of geïnvesteerd hebt. 36 algemeen beoordeling zal wel een beetje duur zijn. Maar is er op zich nog wel omheen te werken. Dit is niet voor ideaal voor de mensen die erin geïnvesteerd hebben. Maar voor Luis Hernandez is dan icon in leveren. Zal dat voor Smichael ook moeten. Voor Smike hoef je geen inform in te leveren. Het valt eigenlijk nogal mee qua vereisten van 92 algemeen icon. Je moet namelijk alleen maar die beoordeling hebben. Wat verder allemaal nog best wel goed te doen is. Sporting teampje best prima te doen. In mijn op het team moet je ook een icon voor doen. Op de center forward positie. Dan kan je ook eventueel Rui Costa doen. Dus ja, het zijn een beetje de soort gelijk. Je moet wel een 27 algemeen beoordeling team voor hebben. Ik moet eens kijken wat ik ga doen. Laten we dus nadat ik moet zeggen wat ik met mijn team moet doen. Ook zeker weten of ik Emmanuel Petit moet unlocken. Of Luis Hernandez. Zijn allebei best zieke spelers. Hernandez heeft zieke koppen ook. Is alleen niet de allergrootste. Maar hij valt 92 pace en 88 shooting. En maakt alles af. Geweldige dribbling. En ik heb hem ook meerdere keren tegen me gekregen in de Weekend League. En dan had hij me best wel flink gerekt.
Ik ben dus benieuwd. We zijn wel aan het einde gekomen van deze video. Er is dus heel veel gebeurd hier op de donderdagavond. En uiteindelijk was het een avond van ups en downs. Met uiteindelijk de grootste up uit een 100k pack. Wie zou dat hebben gezegd? Dat ik zo'n speler zou packen uit zo'n moment. Ik wist eigenlijk voor een seconde niet die ik zou packen. Maar Higuain dan toch wel uiteindelijk een heel mooie kerst op de taart. Ik wil jullie heel graag bedanken voor het kijken. Ik ga als volgende video natuurlijk weer zien hoe ik het in de Weekend League ga doen. Wat ik met mijn team ga doen. Afhankelijk van jullie comments. Dat zie ik allemaal heel graag. En tot die tijd, tot de volgende video. Vergeet deze niet te liken en te abonneren als je het gedaan hebt. En zie ik jullie bij de volgende video, jongens. Later.